voor de eeuwigheid. Zo, en u heet maken graag. Oh, dankjewel. Zo. Klaar. Het vurige hart van Remur heeft je gesmeed. Het koude hart van Raganur zal je harden. Hoe heet het eigenlijk? Drakentand? Dat is toch geen naam voor een zwaard? Het is een sabel. Dan Sabeltand. Het koude hart van Raganur zal je sterk maken, Sabeltand. Ruik je dat? Dat is de zoete geur van wraak. Fuku aan Toren, Fuku aan Toren, vraag toestemming. Tora, Fuku, toestemming om te landen. Ik zet de landing in. 3, 2, 1. De landing. Commandant Fuku, is er nieuws? Behalve een aardbeving was alles rustig in het onderwoud. Dat was geen gewone aardbeving. De donkere berg heeft iets kwaadaardigs uitgespuugd. En ik moet het vinden. Of het vindt jou. Dragon. Mannen, grijp je wapens. Sluit de poorten. De sabels zijn geslepen. We gaan ervoor. Dida. Nee, help! Oh, ik geef je het vuur van Remur. Wat willen jullie? Oh, je avondmaal kan praten. Wat? Oh. Onmogelijk! Die kan je nog niet opvreten. Hij wordt mijn hofnar. Wat? We halen iets beters voor je. Een malse reebok. Als het donderwoud eenmaal in brand staat, komen ze vanzelf naar buiten. Helemaal gedeukt. Ah, Mong's zwaard. Maar waar is Mong? Oh. Niet zo aan. Het doet moeilijk. Nou? IJs, geen twijfel mogelijk. Goed gedaan, kleintje. Harusan, weet u wie ons gisteren nacht heeft overvallen? Ik ben bang dat het mijn broer Dragon was. Hij werd 100 jaar geleden door onze vader, de Mandarijn, opgesloten in de donkere berg. Want Dragon kende geen vriendschap. Alleen de drang naar macht dreef hem. Toen mijn vader me de opdracht gaf om over de drakenharten te waken, was zijn moeder
onvoorstelbaar groot. Hij heeft me vervloekt met zwarte toverkracht. Sindsdien ben ik gevangen in het lichaam van de Gouden Draak. Rustig, Blaasbalg. Het was maar een verhaal. Het bos brandt! De afgelopen tijd krijgt hij steeds steken. Wie zijn jullie? Wij zijn Han en Juno, de bewakers van de drakenharten. Haru-san heeft ons gestuurd. Oh ja? Om met u door de mist te rijden. Waar willen jullie dan heen? Naar het binnenste van de Shang-Arang. Ik mag jullie wel. Naar het binnenste van de Zwarte Berg. Dan moeten jullie inderdaad door de mist heen. Let op! Zolang hij het drakenhart heeft, heeft hij bovenmenselijke krachten. Daar komen de spelbrekers. Bewakers van de drakenharten, aanvallen! Mannen op de dode samurai. Oh, was net op tijd. Zien jullie dat daar rechts? Ja. Gevaarlijke plek. De mist is erg gevaarlijk. Hij kan je overal heen brengen, maar hij is humeurig. En als hij wil, dan spuugt hij aan het eind van de wereld uit. Niet aanraken! Bukken! Het waren de nevelgeesten. Weliswaar niet dodelijk, maar je krijgt er een vervelende rode uitslag van. Welkom in de donkere berg, mijn heren. Ik ben het, Han. Hoeveel handen houd ik omhoog? Hierheen, Blaasbalg. Fuku, doe een stap achteruit. Ik hoop dat jullie iets te eten bij je hebben. Ik heb reuze honger. Daar kom ik in. Hey, gefeliciteerd, jullie hebben me geraakt. Zoek dekking! Haru-san, heb jij dit steentje naar mij gegooid? Ik moest je afleiden, Dragon. Twee van mijn beste mannen halen nu het drakenhart terug. Oh, dat ding beweegt geen millimeter. Blaasbalg, blijf hier! Ah, hij heeft het eten geroken. Dat is de ham van de geluksdraak uit China. Lekker, hè? Misschien met een hefboom. Laten we het proberen. Zin op! Dragon komt terug! Hier is ons visitekaartje, als je een nieuw zwaard nodig hebt. Ik bedoel natuurlijk sabel. Bah!
Haru-san, mandarijn Masaru de Machtige vraagt om 100 zwaarden. Hij moet zich tegen de stammen van de berg verdedigen. Krijgen jullie dat voor elkaar? We kunnen het doen, maar we moeten wel opschieten. Mijn broeder. Zeer verrassend. Zo'n klap met de koekenpan heeft al velen tot inkeer gebracht. Dragon, kun jij de vloek niet ongedaan maken waarmee Haru-san betoverd is? Zeker. Ik wou het alleen niet doen met zoveel toeschouwers erbij. Maar goed. Het spijt me, mijn broer. Ik ben een idioot geweest. Alsjeblieft, vergeef me. Wat is? Heb je nog nooit een naakte draak gezien? Nou, dankjewel, broertje. Je had er toch ook nog een mooie broek bij kunnen toveren? Voor al die mensen. Zal eindelijk eens iemand mijn hartas kunnen halen?